Voor veel mensen zijn de gesprongen traptechnieken synoniem aan de krijgskunsten. Om zover te komen moet je echter heel veel en heel lang trainen. Gesprongen trappen worden tot de meest spectaculaire techniek uit de Taekwondo. Wij spraken met Wijnand Tapilato over de zin en de onzin daarvan. En vooral wat kan en wat kan niet. Zoals met alle technieken heb je hier ook gewoon een simpele basis nodig. Eerst de eenvoudige stoot, blokkeren en overnemen met een gesprongen traptechniek. Het is simpel, maar doeltreffend. Normaal met taekwondo is het zo, we trappen al heel hoog, maar op een gegeven moment kom je toch op een bepaalde hoogte dat je dus niet meer verder kan. Niet alle tegenstanders is even groot. Op het moment dat hij net zo groot is als jou, dan kan je de traptechniek makkelijk maken vanaf stand. Maar is hij dus groter dan jou, dan zou je toch een sprong trap moeten maken om een treffer te plaatsen, bijvoorbeeld op het hoofd, op het lichaam. Echter, om dat te bereiken, moet je lenig zijn. Strektechnieken, rekken, souplesse, het neemt een belangrijke plaats in de taekwondo-training. Men onderscheidt zo'n aantal gesprongen trappen, zoals bijvoorbeeld de voorwaartse, de cirkelende. En die kunnen getraind worden op zo'n striking pad. De zijwaartse, waarbij over twee of drie mannen tegelijkertijd wordt heengesprongen. En de achterwaartse gesprongen trap, een techniek die zeer veel souplesse en sprongkracht vereist. En ook de heel kick, gesprongen en stilstaand. Wat voornamelijk belangrijk is om dat te trainen, het zijn natuurlijk de kuitspieren. De quadriceps, de voorkant bovenbeen en de hamstrings, de achterkant bovenbeenspieren. Dat zijn de belangrijkste elementen van het sprongkrachttechnieken. Stefan Tapilato demonstreert hier hoe je kunt verdedigen met zo'n techniek. Het gaat rakelings mis, maar kijk wat er gebeurt als je zou zijn raak geweest. Vrij is wat oefening, maar na verloop van tijd is het heel makkelijk om te doen. Eén persoon, twee persoon, drie tegenstanders? Zelfs vier. Het maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het heel leuk om te oefenen en om te doen. En ik kan het met vier personen. Hier demonstreert Tapilato dat met drie man. En voordat hij de grond raakt, heeft hij dus drie man met een traptechniek geraakt. Een hele knappe prestatie van Stefan Tapilato, die ook wereldkampioen ITF Taekwondo is. En uiteindelijk dan die test. Hoe hard trap je? De voorwaartse schop. De zijwaartse trap. De heel kick. En de achterwaarts gesprongen trap door Stefan Tapilato, wereldkampioen Taekwondo.